coronacrisis, daar zitten we in. Dat had grote betekenis voor jou als dansschool. Wat betekende dat allemaal? Ja, dat klopt. Van het een op het andere moment konden wij onze lessen niet meer binnengeven in de dansstudio. En dat was natuurlijk een hele onzekere tijd. Want wat ga je doen? Gaan de leerlingen blijven? Hoe gaan we het allemaal oplossen? Want iedereen wilde natuurlijk wel blijven dansen. Dus we zijn eigenlijk met het team gelijk allerlei filmpjes gaan maken die we in een speciale app hebben geplaatst. En we hebben ook nog allerlei Zoom-lessen gegeven en op Instagram zijn we actief gegaan. En gelukkig op een gegeven moment mochten we wel buiten gaan dansen. Ja, daarbuiten, vertel daar eens wat over. Want jullie, toen het de versoepeling was, die versoepeling hield op dat moment in dat je dus binnen niks mocht doen, maar buiten wel. En toen dacht je gelijk, hey, dit is mijn kans. Ik had zoiets, we gaan gewoon lekker buiten dansen, want hoe mooi is het hier in Loenen aan de Vecht. Lekker in de natuur. En als we nou ook nog eens wat matten regelen, nou ja, dan zou je eigenlijk in principe alles gewoon kunnen doen. Mits het weer natuurlijk meespeelt. Dus we zijn allerlei bedrijven gaan bellen van, kunnen jullie vinyl voor ons regelen? Ja, dat kunnen we wel regelen. Kunt u het ook snijden? Nee, dat kan niet. En bezorgen? Nee, dat lukt ook niet. Nou goed, we zijn toen een hele hoop bedrijven gaan afbellen. En uiteindelijk was er één bedrijf die dat wilde doen. En die is hier komen brengen. En nu pakken alle leerlingen, als ze hier binnenkomen, pakken ze een mat. Leggen het hier neer op de grond. En zo hebben ze hun eigen dansvloertje. Want jullie hebben, die eigen dansvloer betekent 1,5 meter afstand. En jullie hebben nog allerlei andere maatregelen. Treffen jullie om gewoon die danslessen door te laten gaan. Wat zijn die maatregelen? Kan je daar iets over vertellen? Ja, de andere maatregelen, ik denk dat iedereen ze wel kent. Het desinfecteren van de handen als iedereen het terrein hier opkomt. Natuurlijk de afstand houden. Voor de kinderen geldt dat niet, maar voor iedereen boven de 12 wel. Dan zijn de matten nog groter dan 1,5 bij 1,5. Ze zijn 2 bij 2, dus nou ja, wat extra ruimte. En aan het einde van de les maken alle kinderen hun mat zelf weer schoon. Dus op die manier blijft alles gewoon ja, corona-proof. Maar heeft deze crisis ook jou iets in positiviteit, positieve zin gebracht? Nou ja, deze aandacht is natuurlijk wel heel erg leuk. We hebben geprobeerd buiten de kaders te denken van, er kan een hele hoop niet, maar wat kan er wel? En dat wordt opgepikt en dat is natuurlijk hartstikke leuk. Er zijn ook nu een hele hoop dansscholen vanuit Nederland die vragen hoe wij het hier doen. En zijn we een soort van voorbeeld. Nou, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk en die willen ook weten hoe we aan de matten komen. Dus zo kan je elkaar ook weer inspireren. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel positief hieraan. Met een beetje geluk hebben we het ergste gehad. Je kijkt positief naar de toekomst? Absoluut. Ik ga ervan uit dat we in september gewoon lekker weer in de dansstudio kunnen gaan dansen. En tot die tijd blijven we lekker buiten. En dat is natuurlijk ook fantastisch. Hoe mooi is het hier in het mooie Stichtse Vecht met de vogeltjes op de achtergrond. Ja, beter kan niet.